Nou, bij Jumbo-Visma werken we continu aan innovatie, aan verbetering op voedingsgebied, op trainingsgebied, op aerodynamica. En ook wat betreft koeling, wat een ontzettend belangrijk element is in de zomermaanden, in de races, is het superbelangrijk dat we de producten van Inutech kunnen gebruiken om de renners in de voorbereiding, maar ook tijdens en ook na de races zo koel mogelijk te houden. Dus ja, de koelvesten van Inutech zijn echt wezenlijk onderdeel van ons performance aanpak en ons koelprotocol. Tijdens zware inspanning in combinatie met een hoge omgevingstemperatuur loopt je kerntemperatuur op van het lichaam. En als die op een gegeven moment te ver oploopt, dan geeft je lichaam als het ware een signaal om in de rem te gaan. En kun je niet meer zoveel of zo goed presteren als dat je dat zou kunnen in normale omstandigheden. En je kunt dat proces een beetje vertragen door te proberen die kerntemperatuur wat onder controle te houden. En dat doe je onder andere door interne en externe koeling van het lichaam. En met name die externe koeling doen we door middel van koelvesten. Dus op dat vlak is het van wezenlijk belang dat we de koelproducten van Inutech gebruiken om die kerntemperatuur onder controle te houden. De temperaturen die we aanhouden om zo'n koelvest te gebruiken ligt een beetje aan de renner persoonlijk. We hebben ze in ieder geval altijd bij. Sommige renners die vinden het al, wij spreken bij 15 graden, toch al fijn om toch iets van koeling te hebben na afloop. Andere renners vinden het prettig pas bij hogere temperaturen. Wij zorgen in ieder geval altijd dat we deze spullen bij hebben, dat we het aanbieden. En dat we na een wedstrijd deze koelvesten kunnen aanbieden aan de renners, zodat ze weer op temperatuur komen. Ja, ga maar eens een keer opwarmen als het gewoon buiten 30 graden is. En dan krijg je het al snel heel warm en dan ga je snel zweten. En dan moet je daarna maar eens een keer proberen iets te doen met een koelvest aan. Dan merk je vanzelf van, goh, dat is toch wel handig. En het is toch wel fijn als daarover nagedacht is. En ja, goed, dat wordt gewoon heel goed gedaan. En nou ja, goed, vervolgens dan krijg je dus zoiets. En dan ondervind je wel hoe fijn het is en wat voor meerwaarde het is. Dit is bijvoorbeeld de Body Extreme koelvest. En dat is nu heel hard omdat het droog is. Maar normaal gesproken dompelen we dat onder in ijswater en bewaren we dat ook op een koele plek, dus in een koelkast. Zodat het en nat is en heel erg koud. En het mooie van dit vest is dat het ook een beetje een stretchstof is. Dus het is belangrijk dat het heel goed aansluit op het lichaam. En dat het zoveel mogelijk delen van, zeg maar, je bovenlichaam bedekt en afkoelt door zeg maar, dat koele ijswater waarin dit vest gedompeld is. Dus op die manier gebruiken we dit eigenlijk zo snel mogelijk na een wedstrijd. Om weer een beetje op temperatuur te komen en om het herstelproces zijn gang te laten gaan.